welkom bij DR Alternatief Uurtje. Live in het gebouw Nixo Shape uit Hoofddorp, Schrefje Amsterdam, mag ik zeggen. Applausje. Alles staat gereed. Iedereen alvast bedankt die klaar staat. Hè. Ook de band en de medewerkers van de Merwe Radio, laat ik het zo zeggen. Ik tel tot drie, dan... tot drie. En dan kun je gaan spelen. Dus let op. 1, 2, 3.
you'll sue me. I can't remember, you're not here. Your voice, soft and sweet. I count the days and watch your steps. Want you to stay, forget the rest. I mean what I am saying. You are beautiful. You are beautiful to me. You're so wonderful. And delighted to see. You are beautiful. You are beautiful to me. You're so wonderful. And delighted to see. I was waiting all my life for this. I was waiting all my life for thee. You are beautiful. You are beautiful to me. You're so wonderful and delighted to see. You are beautiful. You are beautiful. It's all gone. The trust.
Nexo Shape met vier nummers. Ik dacht dat het Electric Sky, Beautiful, Fox Delusion en World of Domination. Klopt dat, heren? Ja. Hey, ik heb een voorstel. Als wij een 15 minuten pauze houden en lukt het dan nog om daarna zeg maar twee nummertjes te spelen voor de Merwe Radio? Ja, natuurlijk. Ja? Dan gaan we nu 15 minuten even uit. En zometeen komen ze terug met twee nummertjes. Dankjewel alvast en tot zometeen. Ja, dat was geen David Bowie, maar Ziggy Stardust van Bauhaus. Ik weet niet, ben ik te horen weer? Ja. Nexo Shape staat wederom klaar. Ik had eigenlijk eerst een beloofd vier nummers, maar ik vond het echt heel goed. En vandaar nog twee extra nummers, dus de kers op de taart met Nexo Shape. Ik tel weer tot drie en dan kunnen ze weer van de gas gaan. Dus 1, 2, 3. Thank you.
tweeën. Erwin, hartstikke bedankt. Adrenaline een beetje? Ja, of, lekker. Toch wel. Ja, positieve adrenaline. Absoluut. Uiteraard, ja. Hey, ik vraag altijd van, wat hebben jullie van gevonden? Jullie zijn natuurlijk best wel veel gewend qua radiostations en optredens. Dit ging boven een optreden van Amsterdam, begreep ik, in een café. Ja. Vinden jullie leuker om in een studio te staan en achteraf inderdaad in een jongerencentrum of een dat soort podia te spelen? Absoluut. Daar gaat onze voorkeur absoluut naar uit. Onze muziek is ook niet gemaakt voor kroegjes, zeg maar. Nee. Voor kleine kroegjes is het eigenlijk niet gemaakt. Nee. Zit meer een beetje in de blues en dat soort genre. Of misschien wel covers. Ik denk dat je in cafeetjes, kroegjes moet je ook denk een beetje covers spelen. Dus wij zijn volgens mij niet heel geschikt voor kroegjes. Nee. Nou, ik denk hoor. Ja, ik heb persoonlijk genoten. Hè. Ja. Een kindje van de jaren 80 natuurlijk. Ja. Jij ook, begrijp ik. Een klein beetje. Hij is omgeturnd hoor. Hij wil hier niet meer weg misschien zometeen. Zometeen door naar Elektra. En dat is eigenlijk hetzelfde feestje. En dat wordt ook wel heel leuk, denk ik. Ja, spelen gewoon even lekker achter elkaar. Hè. Ja, en dan is het opstaan. Maar in ieder geval... We gaan ook nog wel, denk ik, we gaan straks sowieso het hele nieuwe album spelen. Daar ga ik vanuit. Ja. Plus, als we tijd hebben en zin hebben en mensen leuk vinden, pakken we gewoon wat nummers van het oude album ook erbij. Ja. Nou, en dat is ook wel weer leuk om dat weer te doen. We hebben natuurlijk de laatste tijd echt weer bijna alleen met de nieuwe nummers gespeeld. Ja. Ik krijg ook wel weer zin om wat oude materiaal ook te spelen. Dus voor ons is het ook wel weer leuk om straks te gaan spelen in Elektra. Ja. Zo is het. Hey, hartstikke leuk dat jullie waren. Sowieso de energie om hier te komen. Ja. Peter is natuurlijk het contactpersoon geweest tussen de band. Ja. En, hij doet het goed, hè? Hij doet het best wel goed, ja. De lime, de glue van de band. Ja. Hij is absoluut de glue van onze band, ja. Hey, geef ze jullie even een applaus en nogmaals bedankt hier. En ik loop uiteraard met jullie zometeen. Ga ik allemaal mee en kom op. Ja. Relaxed met spulletjes. Dus we gaan lekker eerst even chillen. En dan